Ik ben westers en ik ben moslim. Ik ben wetenschapper en ik ben gelovig. En ik maak het vaak mee in mijn professioneel leven dat collega's, journalisten, academici, schrijvers ervan uitgaan dat ik wel een moderne moslim moet zijn. Daarmee bedoelen ze een moslim die niet meer echt gelooft of praktiseert, want geloven, dat was iets voor de simpele mensen die het niet echt begrepen hadden. Toch? Religie, dat was al lang verbannen naar het verdomhoekje van de onverlichte geesten. Ze kregen gefronste wenkbrauwen wanneer ik zeg dat ik geen alcohol drink, dat ik vast tijdens de Ramadan, dat ik spirituele bezinning vind in een gebed. Het creëerde telkens een kortsluiting in de ogen van mijn gesprekspartners, omdat ze zo overtuigd waren van dat conflictmodel. En bij mij creëerde het een gevoel van frustratie, ongemak, pijn. Een gevoel dat ik er niet helemaal mocht zijn. Niet alleen wetenschap en religie zijn tegenpolen, maar blijkbaar ook geloof en intelligentie. Nu zou je kunnen stellen dat het komt omdat wetenschap gebaseerd is op een houding van alles kritisch in vraag stellen, permanente twijfel, terwijl religie gebaseerd is op absolute waarheden, opgelegd van bovenaf. Maar ik kan me daar echt niet in vinden. Als kind was ik al heel nieuwsgierig. Ik stelde altijd alles kritisch in vraag, ook religie. En als mijn ouders me geen bevredigend antwoord konden geven, dan ging ik gewoon zelf op zoek. Niets nam ik zomaar voor waar aan. Dan keek ik in de boeken. Religie en wetenschap hoeven dus niet met elkaar in conflict te staan.